Ik weet niet goed of ik mij een gevestigde waarde voel of een beginneling. De ene dag voel ik mij een beginneling en de andere dag een gevestigde waarde. En ik vind dat eigenlijk heel leuk dat dat zo werkt. Ik vind dat soms een heel fijn idee. En dan denk ik, ja, binnen 30 jaar wil ik mij nog altijd een beginneling voelen, omdat ik dan denk van, ah ja, maar ik moet nog van alles ontdekken. Ik denk soms dat dat goed is dat wij zo dingen kunnen blijven zoeken of maken totdat wij tot op pensioen gaan. Tot op het einde. Ja. Ik werk eigenlijk redelijk traag. En ik vind ook dat ik mijn eigen dat mag permitteren om op een traag en lang tempo te werken. Maar dat wil dus wel zeggen dat ik... Een beurs als een ontwikkelingsgerichte beurs in bepaalde periodes van een werkproces echt absoluut nodig heb. En dan voor mij is dat een bevestiging van ja, dat is precies zo van... Dat woord profiteurs komt dan zo terug naar boven. Hè. Het zijn anders maar profiteurs die een beetje geld krijgen voor niks te doen. En dat gaat eigenlijk over amper iets extra. Allee. Ook mijn ontwikkelingsgerichte beurs blijf ik arm. Heeft Jan Bon dat gehoord? Ja, Jan Bon heeft dat gehoord.